ben reeds ongeveer 30 jaar politieagent. Ik ben gehuwd en heb 3 grote zonen. Buiten mijn werkuren amuseer ik mij nog met het opknappen van werkjes thuis en recreatief sporten, vooral fietsen. Allerhande mountainbike, gewone fiets, ook alles met de koersfiets. En ik ga ook zeer graag op vakantie. De wijk wordt volledig omsloten tussen de Medelaar, de Zoerselsteenweg, de Achterstraat en Kapellei en Kasteel Dreef. Dat is zo wat de omtrek van mijn wijk. Als wijkagent heb ik een zeer afwisselende taak eigenlijk. En in het bijzonder vandaag heb ik schooltoezicht. Daar bedoelen we dus eigenlijk mee, dat is niet een toezicht aan de school zelf, maar op drukke verkeersoversteekplaatsen waar dat de kinderen moeten passeren. Om daar hen te helpen, de straat te laten oversteken of dergelijke. En dan ga ik vandaag verder ook nog de woningtoezichten doen. Dat doe ik 2 tot 3 keer per week. Dat wordt ook nog gedaan door de andere interventieploegen. En dan deze namiddag staat er administratie op het programma. Rudy, we houden hier schooltoezicht op het kruispunt van de Handelslei en de Zoerselsteenweg. Wat mij opvalt, dat is dat je dat verkeerstoezicht of dat schooltoezicht houdt aan verkeerslichten. Is daar een speciale reden voor? Ja, daar hebben wij een heel speciale reden voor. Want het is namelijk zo dat de voertuigen die uit de Zoerselsteenweg komen gereden richting Antwerpen rijden, als die groen hebben, dan hebben de fietsers en de kinderen die hier om moeten oversteken gelijktijdig ook groen. En dat schept wel een gevaarssituatie, vooral als het donker weer is nog, 's morgens in de winter. Ook als het regenachtig is, dan hebben de bestuurders het zo niet direct in het oog dat er ook fietsers zijn die gaan oversteken. Die heeft nu dat pand gecontroleerd. Veronderstel, u treft een raam aan dat nog op een keertje staat. Wat is dan de procedure die gewoonlijk volgt? Dan gaan wij de contactpersoon contacteren of verwittigen. Want we hebben ook gemerkt dat er geen braakschade was aan het raam. Dus het zal wel niet van een inbraak afkomstig zijn. Maar het is toch best dat het raam zou afgesloten worden. Dus daarvoor gaan we contact opnemen met die persoon die dan gewoonlijk wel over een sleutel van de woning beschikt om het raam terug te komen afsluiten. Ik vertrek met verlof en graag zou ik zo een woningtoezicht aanvragen. Hoe doen wij dat? Daar kan je eenvoudigweg voor op ons bureau langskomen en een formulier invullen. En dan wordt dat in de computer ingebracht. Of, gemakkelijker nog, als je thuis over internet beschikt, kan je via de website van politievoorkempen.be gaan naar de link Police on Web en daar kan je ook een vakantietoezicht aanvragen. Daar kan je zelfs ook kleine diefstallen en vandalisme aangeven. Ik zou zeggen bedankt Rudy voor deze leerrijke dag en wie weet tot ziens. Dank u. Ja, het was voor mij ook heel aangenaam. Ik hoop dat ik jullie iets heb kunnen bijbrengen. Absoluut, dank u wel.